Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, het is een beetje een eigenaardig debat natuurlijk, omdat wat betreft de Vlaamse spoorstrategie en eigenlijk de volgende lijn door het Vlaams parlement, wij eigenlijk allemaal kamerbreed op dezelfde golflengte zitten. Iedereen is het over eens over de 11 prioriteiten en vindt ook dat die 11 prioriteiten zo snel mogelijk moeten gerealiseerd worden. Maar we beseffen ook allemaal, en sommige collega's hebben het hier al geduid, met 368 miljoen euro, collega Keulen, komen we niet ver. Natuurlijk, dat zal al een eerste taak zijn voor de minister, is om de volgorde van de lijn van de prioriteiten vast te leggen. Dus inderdaad, die besparingspolitiek op federaal niveau voor de NMBS is nefast, niet alleen voor dit land, maar zeker ook voor Vlaanderen. En we hebben allemaal kunnen vaststellen dat inderdaad blijkbaar, maar zoals collega Van den Broeke zegt, hebben we geen document gezien. Voeren wij hier een debat volgens de waan van de dag, meneer de voorzitter, en volgens hetgeen wij gelezen hebben in de krant, waaruit zou blijken dat dus die 368 miljoen niet zou gebruikt worden voor de 10 of voor de 11 prioriteiten, maar enkel om een paar lopende dossiers te investeren, zoals het derde en vierde spoor tussen Gent en Brugge, wat op zich niet slecht is natuurlijk, en ook om kleinere dossiers met betrekking tot operationele noden, zoals perronverhogingen, te financieren. Dus niet zoals afgesproken en zoals eigenlijk een beetje, ik ga niet zeggen euforisch, in de commissievergadering van april gezegd, toen bleek en toen vaststond dat Infrabel 1 miljard euro kon lenen bij de federale regering en dat men ervan uitging in de commissie dat die 368 miljoen euro zou gebruikt worden voor nieuwe spoorinvestering in Vlaanderen. Ze zijn al opgenoemd, volgens de provincie waar men woont, vindt men het ene al prioritairder dan het andere. Collega Keulen, u hebt gelijk wat betreft het spoor tussen Hasselt en Neerpel bijvoorbeeld. Maar er is natuurlijk de broodnodige tweede ontsluiting van de haven van Antwerpen. Dus nogmaals, meneer de voorzitter, wat dat betreft, de prioriteiten, de te volgen strategie hier in het Vlaams parlement, zijn we het allemaal eens. Maar ik vind wel dat we dit debat moeten eerlijk voeren en we ons niet mogen beperken, zoals collega Diependalen probeert te doen, tot die 368 miljoen euro en tot de uitspraken van minister Bilo die al dan niet kloppen, want blijkbaar volgens een artikel van uit de een of andere krant wordt dat zelfs ontkend. U was niet not amused, meneer de minister, en u stelde dat er nog veel bilateraal moet worden overlegd. Een mogelijke oplossing is dat Vlaanderen zelf meegaat investeringen in haar spoorprioriteiten via cofinanciering. Er is ook sprake van prefinanciering, maar daarvoor zijn natuurlijk wel een nieuw samenwerkingsakkoord nodig met de federale overheid. Ik denk, voorzitter, meneer de minister, dat we het allemaal eens zijn. Het spoor is de ruggengraat van ons openbaar vervoerssysteem. Dus investeren in de Vlaamse spoorstrategie is niet alleen dringend, maar meer dan noodzakelijk. Maar wat betreft die cofinanciering, meneer de minister, of prefinanciering, het is natuurlijk wel zo dat momenteel geen middelen voorzien zijn in de begroting. Vandaar mijn eerste vraag van waar gaat u het geld vandaan halen? Waar gaat u dit in de begroting inbrengen? En welke initiatieven neemt u verder nog naar minister Bilo toe? U zegt dat er nog veel overleg moet gebeuren, maar dat is natuurlijk ook wel, en daar heeft collega De Klerk gelijk in natuurlijk, er is een overleg, er is geen overeenkomst en er is direct wat gehakketak en onmiddellijk de dag erna een actualiteitsdebat. Dat wordt hier zo een beetje de gewoonte en straks zal dat dan allemaal, de golven zullen mooi plat liggen en zal de minister zeggen, ja maar ik heb in de komende maanden nog wel wat overleg met de minister Bilo. Maar wat ik eigenlijk wilde zeggen, daar juist meneer de voorzitter, is dat N-VA, die de sterkste partner is, hier in deze regering, maar ook in de federale regering, al bij monden van minister Weitz in de tijd van februari, en ik heb daar juist al geciteerd, maar ik wil voor de volledigheid van het verslag nogmaals citeren, meneer de minister, waar u pleit voor splitsing van de NMBS. En ik citeer, we maken dan onze eigen keuzes met onze eigen centen en kunnen het spoorbeleid afstemmen op de Vlaamse economische noden. Einde citaat. Wel nu, meneer de minister, u bent de grootste partij in de federale regering. Welke initiatieven hebt u eigenlijk al genomen om deze splitsing van de NMBS, om de regionalisering van die NMBS te
te realiseren. Wat houdt jullie in godsnaam tegen? Het is natuurlijk gemakkelijk om constant stoere verklaringen af te leggen in de pers, maar eigenlijk in concreto niks te doen. Ik zou zeggen, de kracht van de verandering speelt absoluut niet in de federale regering. U loopt al in het handje van de MR en andere partijen. En u voelt zich absoluut niet gebonden door uw communautair programma. Dus zou ik willen weten, wat gaat u doen om de splitsing van de NMBS te realiseren en inderdaad meer geld in te zetten voor een Vlaamse spoorstrategie? En inderdaad, collega Van Kompernout, wat doen we met de 60-40 verdeling in het federale niveau? Ik wil er trouwens op wijzen dat reeds in 2013 mevrouw Lies Jans al een opinie de wereld instuurde waar ook u pleitte voor de regionalisering van de NMBS. Ik denk dat het typisch is voor de NVA in verschillende dossiers is continu verklaringen afleggen, continu stoere verklaren, maar eigenlijk komt er niks van terecht. Dus meneer de minister, kort samengevat, hoe gaat u die prefinanciering, die cofinanciering realiseren en welke initiatieven gaat u verder nemen op federaal niveau om de nodige middelen naar Vlaanderen te halen om die Vlaamse spoorstrategie te realiseren?